Arnhem kan zich weer heel even kampioen voelen. De gemeente werd woensdagavond tijdens het congres van de vereniging Sport en Gemeente in Haarlem uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar 2011. De jury prees Arnhem voor haar passie en visie op sport, van topsport tot breedte sport. Sportwethouder Gerry Elfrink was bij de uitverkiezing aanwezig en kon de veelbegeerde trofee in ontvangst nemen. Arnhem is sportgemeente 2011 geworden, een reden voor een feestje. En bij een feest hoort natuurlijk gebak. Van harte gefeliciteerd, feestelijke dag en daar hoort iets bij. Nou, dank u wel. Super. Ja, ik ben heel erg trots op de Arnhemse sportwereld en alle instellingen, mensen die met de Arnhemse sportwereld samenwerken. En dat is ook eigenlijk de reden waarom we de prijs hebben gekregen vanwege de lokale samenwerking. Dat is beloond door de jury in een lovend juryrapport. En met de prijs sportgemeente van het jaar 2011. Ja, dat is een enorme stimulans om door te gaan, om het allemaal nog beter te doen en nog meer met elkaar te gaan samenwerken. Dus sport is van groot belang voor de samenleving. Het leuke aan sport is dat het ook op een hele leuke manier gebeurt allemaal. Ja, en dan is het heel mooi als je wethouder van sport mag zijn in Arnhem. En zeker op een dag als vandaag. U was eerst al blij met de nominatie, maar niet verwacht dat u het zou winnen? Nee, de nominatie dat deed al heel veel goed. Ik bedoel, dat is toch erkenning. En niet iedereen ziet helaas nog wat er gebeurt op sportgebied in Arnhem. Ik weet als wethouder dat er echt heel veel gebeurt. Echt duizenden mensen die zich met ziel en zaligheid inzetten voor de sport. En als je dan zo'n nominatie krijgt, dan gaan mensen er ook wat meer over nadenken. Van goh, dat is toch blijkbaar wel bijzonder wat we doen. Ja, en als je dan ook nog wint, ja, dan is dat gewoon fantastisch. En wat dat betreft is die prijs goud waard. Het zet de sport en de sportwereld en al die mensen op de kaart hier in Arnhem. En daar moeten we gewoon een jaar lang gebruik van gaan maken met elkaar. U had geduchte concurrentie met twee voormalige kampioenen. Ja, inderdaad, want Enschede en Den Bosch zijn niet de minste. En in veel opzichten ook een voorbeeld voor mij als wethouder hoe ze daar dingen doen. Ja, en blijkbaar zijn wij als Arnhem met onze lokale samenwerking ook weer een voorbeeld voor andere steden. Dat is in ieder geval volgens de jury zo, dus daar ben ik erg blij mee. Tijdens de zesde verkiezing van Sportstad van het jaar was het thema lokale samenwerking. Arnhem had vooral concurrentie te duchten van Den Bosch, Den Haag, Enschede en Hogeveen. Maar kwam uiteindelijk zegevierend uit de sportstrijd. Ja, want het thema was lokale samenwerking. Daar heeft u op gewonnen. Waarom denkt u dat? Ja, er zijn zoveel voorbeelden te noemen van waar lokaal wordt samengewerkt. Ja, ook waar we hier vandaag zijn bij de Leuke Linden, waar kinderen lekker bewegen en spelen. Wat niet alleen heel leuk is voor die kinderen, maar ook ontzettend goed voor die kinderen zelf. Gezondheid, coördinatie, noem alles maar op. Maar natuurlijk ook voor een wijk. Hè? De kinderen zijn hier lekker bezig, hoeven zich niet te vervelen. Nou, ik hoef niemand uit te leggen wat dat ook voor een wijk betekent. Maar ook op een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het mooie blauwe hockeyveld wat onlangs is aangelegd, waar de dames hockeytop van Nederland, en dat is dus ook de wereldtop, traint en zich voorbereidt op de Olympische Spelen op de velden van een amateurhockeyclub, waar een meter daarnaast staan de kleintjes te hockeyen. Nou, dat is fantastisch voor de club, voor de hockeybond, voor de gemeente en voor Papendal. En die vier partijen hebben dat ook met elkaar tot stand gebracht, waardoor je eigenlijk met heel weinig inzet, maar omdat je het met z'n vieren doet, iets voor elkaar kan krijgen wat als je dat in je eentje zou moeten doen niet zou lukken. Een titel is mooi, dan zijn er natuurlijk altijd nog verbeterpunten. Kunt u er zo één concreet noemen? Nou ja, inderdaad, een titel is voor mij in ieder geval een aansporing om nog meer ons best te gaan doen. Wel een teken van, we zijn met heel veel goede dingen bezig en dan moeten we eigenlijk nog veel meer uitbouwen. En ik denk dat er, als het gaat om samenwerking, nog veel meer bereikt kan worden. Nou, dan moeten we echt met elkaar blijven opzoeken. En de sport heeft heel veel kracht en die moeten we ook echt gaan benutten met elkaar. Er zijn verbeterpunten als het gaat om sportiviteit en respect kan nog verbeterd worden, want sport heeft alleen zijn kracht als ook sportiviteit en respect op de eerste plaats komen te staan. En er zijn nog veel meer dingen om aan te werken. We hebben heel veel mooie sportaccommodaties, maar er zijn ook een paar die echt nog verbeterd moeten worden. Ja, zo zijn er ook nog een heleboel dingen waar we aan gaan werken de komende paar jaar. Ja, en die prijs is gewoon een fantastische aanmoediging om dat met goede moed te gaan doen. De bakker heeft zijn best gedaan, dan kunt u even een blik werpen. Ja, toch wel even kijken, ik ben benieuwd. Ah, schitterend. Kijk, sportgemeente van het jaar 2011. Een lekkere taart. En als jullie het goed vinden, geef ik dit mooie cadeau van jullie geef ik door aan de mensen hier van de bouwspeelplaats. Die zetten heel veel vrijwilligers zich in, zodat deze kinderen hier achter elke dag weer kunnen spelen en bewegen. Dus ook zij hebben deze taart verdiend.